Jullie zien dan de titel. Ik heb niet meegedaan aan de Jamies. De awards voor de Vlaamse online content creators. Er was een sprankeltje hoop, maar dat is uitgedoofd. Dit waren de genomineerden voor opkomend talent, maar zoals je ziet, een gletsjer staat er niet tussen. Nog beter zelfs, er is al een winnaar bekroond. Junior Vertongen. Ik ben opzij gezet, nee. Ik ben weggegooid voor iemand die niet eens is opgekomen voor opkomend talent. Ja, Ruben, ik heb het over u. De teleurstelling is gigantisch. Ik ben het al 2 maanden aan het verwerken en het doet nog steeds evenveel pijn als op dag 1. Shit, straks krijg ik nog medelijden met mezelf. Fuck. Pijnlijk dit ook is, ik heb een analyse gedaan van waar het is misgelopen. Ik heb mijn campagne gestart de voorlaatste dag dat je kon stemmen. De laatste dag dat je kon stemmen was 23 november. Ik heb mijn video over de Jamies geüpload op 22 november. Ja, oké. Okay. In 2021 heb ik maar 1 video per maand geüpload. Yikes. En in 2022 is het nog erger, want inclusief deze video zijn er nog maar 2 video's geüpload. Ja, oké. Dat moet beter. That's right. De bedenker van de Jamies, dat is het grootste probleem. Uw website waarvoor je moest stemmen op de Jamies, het sukt. Hoeveel berichten ik heb gekregen van mensen die per ongeluk een ongeldige stem hebben uitgebracht, gewoon omdat je layout zo shit was. Dat was te veel. Dus Hannes, zie volgend jaar dat uw website toch een beetje in orde is. Want zo gaat het niet, man. Nee. Hoe dan ook, het leek me leuk om te kijken naar de mensen die wel genomineerd zijn. Met andere woorden, ik kan mijn eerlijke mening geven over de mensen die het wel hebben gehaald. Dus hier is mijn tierlist. Laat ik even mijn tierlist uitleggen. Dus je hebt S-tier. Dan heb je... Ik heb nog een slaapplaats nodig in Brussel. Oké, I see you. Ja, oké, ja. 10 op 20. Saus en Social House. Natuurlijk, hoe meer omhoog, hoe beter. Hoe meer omlaag, des te minder beter. Slechter dus, ja. Wordt het overleden? Oh. Alsjeblieft. Neem op tijd. Dus we zijn op het kanaal van Acacia Junior. De layout is ja, best oké, I guess. Hij doet wel originele dingen. Hij doet... kurkdroge dingen, ja. Maar hij heeft ook een video gemaakt over de Jamies. En dat is toch wel interessant kijkvoer voor ons. Neem een pauze, stel op Acacia Junior. Ik moet dat vragen aan Elias Verwild, die kan dat goed, een pauze nemen. Ja, weet je, je moet soms gewoon even pauze pakken in het leven. Ik zeg altijd, kwartiertje werken, uurtje pauze. 3 keer blijven zitten. Ik zat rustig op Instagram. Ineens Marik stuurde mij een bericht. Van hey, we zijn geselecteerd voor de Jamies. Ik had geen idee wat de Jamies waren. Ik ben van iemand verloren die niet wist wat de Jamies eens waren. Oh mijn god. Hoe moet ik dit ooit uitleggen aan mijn mama? Ik wil een connectie creëren met mijn fans. Dus samen met Quick Lear hebben we 4000 flyers gemaakt. En gaan we 10.000 TikToks weggeven. Deze guy heeft gewoon de quick gefixt om campagne te doen voor hem. Oké, dat is wel cool. Oké, we zijn bij de tierlist. Spannend. Waar gaan we Junior Vertongen plaatsen? Ja, ik denk gewoon een ja, oké, ja. Ja, oké, ja. Het is... Ah, wel, het is Savast, maar het is iets beter dan Savast. Dus. Ja, oké, ja. Oké. Chill off. We zijn bij de volgende Antwerp Panda, maar omdat er 2 P's staan, er staan geen 2 P's. Maar er valt niet zoveel te zien. De startpagina is leeg. Ik kan hier ook niks zien en er zijn geen video's. Hallo, is er iemand thuis? Denk het niet. Wat moet ik hiermee doen? Ik ga ook geen clips kijken hoor. Nee, zoveel moeite ga ik niet doen. Dus we hebben Antwerp Panda. Ja, dat is gewoon S-tier, snap je? Let's fucking go. Bam, dit is de volgende. Frapsel. Ook weer een Twitch-streamer. Blijf nog even op Twitch. Hierna gaan we naar TikTok. En ze doet heel veel dingen. Gewoon chatten. Valorant. Fortnite. Geoguessen.
Among Us. Is er nog iemand die Among Us speelt? Blijkbaar wel. Tetrio. Oké. Variatie iets onaanwezig. Elke woensdag en zondagavond live. Wauw. Ik zou kunnen reageren op haar Twitch streams, maar dat doen we niet, want ik heb daar geen zin in. En daarom gaat Frapsel gewoon naar S-tier. Let's fucking go. Zij is zo goed, ik zeg het gewoon, dat ik niet eens hoef te kijken naar livestreams. Hey, that's pretty fucking sick. Ik hou natuurlijk van kinderen, het standaard antwoord, zingen, dansen, We zijn bij de volgende plant, Jana de Kat. En als ik naar de naam kijk, Jana de Kat, Crazy Cat, verwacht ik eigenlijk wel best iets speciaals. Of het is echt een weep, dus zo iemand die into anime is, of het is een doodgewoon TikTok-account. En het is helaas het tweede. Jammer. Hallo. Yo. Zoals jullie zien heb ik hier heel wat pakken staan. Ja, amai. Rainbow High, en we gaan het nu samen openen. What the fuck is a rainbow eye? Amai jongen, zo'n pop kost 30 euro, wat dat? Maar ik weet nog altijd niet wat rainbow high is. Rainbow high is de kleurrijke modeschool waar iedereen leert om het mooiste van zichzelf te laten zien. Oké. Okay. Nice. Maar nu ben ik wel benieuwd wat er allemaal in de pakketjes zitten van rainbow high. 3, 2, 1. Oh, een palmboom. Een lichtstoel. Een stoel. Best hoog. Wauw. Damn, ik kan jullie bijna niet meer zien door de palmbomen heen. Ja, oké, okay, maar ja. Je gaat ook achter die palmbomen zitten. Dat is toch logisch dat je niet kan zien door die palmboom. Hey, pretty princess. Are you talking to me? Ik snap gewoon niet zo goed wat er aan de hand is eigenlijk. My pretty princess, hashtag Bonnie, hashtag grandma. Oh, ik heb ook wat even Sherlock Holmes gespeeld. Ze heeft daar meegedaan aan K2 zoekt K3. Best cool, ze is best ver geraakt. Ik heb het niet gekeken, dus ik weet niet hoe ver ze is geraakt. Maar oké, fair enough. Ze is best wel getalenteerd. Ze kan best mooi zingen. We gooien haar gewoon in. Ja, oké, ja, met... wat is haar naam? Acacia Junior. Yeah. Stek die vieze droge niknakjes maar af. We zijn geland bij het volgende kanaal, Hanne Lemmens. Ze heeft één keer meegedaan met Iedereen Beroemd. Daarnaast is haar voornamelijke levensdoel saus. Nou, wat is het beste aan de loes? Jongens, we gaan erachter komen. Hallo, ik ben Hanne Lemmens. That's some sick edit. It's clean as fuck. Oeh, heb je dat gezien? Wauw. Dat is bij, man. Dat is gewoon fucking saus. Want ik echt waar, trek elke snor haar eruit. Wat moet ik doen? Kijk de gast, dat je wilt zeker gaan, dat van echt waar. Deze blauwharige man, hij heeft mijn hart gestolen. Hier kan ik alleen maar positieve dingen over zeggen. Leuke profielfoto, leuke banner, leuke thumbnails, leuke video's. Leuke muziek. En ik kan zo even doorgaan. Die parodie hier. Van je blik richting mij. Veel beter dan het originele. Veel beter. En zijn rewind, dat is de reden dat ik er gewoon geen heb geüpload. Die was zo goed. Waarom zou ik er dan nog één uploaden? Hoe dan ook, Jetter. Super goed gedaan. Ja. En dan de man die de Jamies heeft gewonnen, of toch de Jamie voor opkomend talent, Junior motherfucking Vertongen. Dus ik verwacht potjans nultjes, baanbrekende content, waarvan ik achteroverval in mijn stoel. Het is weer een interview, dude. Huh. My disappointment is immeasurable. And my day is ruined. Dus even wat later, ik heb zijn Fire is Gold reportage bekeken. En het is niet echt een reportage, het is eerder een spelprogramma. En niet zomaar een spelprogramma. Ben je alert? Laat me even dit geniale concept uitleggen. Mensen mogen voor 90 seconden geen ja of nee zeggen. Dat is het. Want oh, stel je voor, iemand zegt ja of nee. Pff, amai, Junior Vertongen, jij hebt toch wel comedy heruitgevonden. Wow. Ja, naam is dat die toch? Tuurlijk! Oké, zet u oud, bent jij? Ik ben 19 jaar. Van waar komt de naam? Zet nee, 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 ik ben 3. Nee, 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 stop, 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 stop.
En kent je het als je zo'n video aan het kijken bent en hij is eigenlijk niet zo leuk, maar je wilt toch nog niet wegklikken, dus je gaat even door de comments. Ah wel, dat heb ik ook gedaan. En hier hebben we de comment van Kleine John. Hier heb ik op gewacht. Er zijn zoveel interessante dingen op het internet, maar nee, Kleine John wacht op Ben Je Alert, op mensen die gaan proberen om 90 seconden geen ja of nee te zeggen. Dat zijn de prioriteiten van Kleine John. Dude, hoe saai is uw leven? Om toch op een positieve noot te eindigen, de camerakwaliteit is mooi, maar ja, een goede camera kopen, dat kan iedereen. En Junior zelf is best wel oké in interviewen, dat geef ik hem wel mee. Nu, voor de mensen die denken, Wouter, nu zet je me gewoon aan het afrekenen op één video. Dat is niet oké. Ah wel. Jullie denken dat Junior Vertonghen iets anders doet dan Ben Je Alert? Nee. Heel zijn kanaal is gewoon Ben Je Alert? Ben Je Alert? Ben Je Alert? Dat is het, hè. Dat is het. En het grappige is, deze guy heeft een manager. En ik zou niet weten waarom. Ik kan me wel inbeelden hoe het is gegaan in de vergaderruimte. Yo, mijn manager, mijn fans wachten op een nieuw programma. We moeten nu met een concept komen, G. Ah, geen probleem. Ik heb een sick forward waarin mensen geen ja of nee mogen zeggen. Wat, yo, mijn manager, dat is een sicke idee. Hoe kom jij erop? En niet zomaar ja of nee. Ze mogen dat niet doen voor 90 seconden. We maken zo'n aflevering 20 minuten lang. En we maken daar gewoon meerdere seizoenen van. Vertonghen, jij voelt me aan. Nu, ik ben net nog iets grappigs te weten gekomen. Ik was nog eens zijn overwinningsspeech aan het luisteren van de Jamies. Oeh ja. En Jetter had gezegd van ja, deze dude heeft een manager. Er is nog een klein addertje onder het gras. Eerst naar mijn familie, mijn vrienden. William, Isaac, ik zie jullie daar in de bek. Hakim, mijn manager. En Sammy, mijn manager ook. Bedankt. Waarom heeft hij twee managers? Dat kan toch niet, man? Allee, je hebt net twee kijkers. Goh. Nu jongens, even serieus. Ik heb gelogen. Junior Vertonghen doet effectief ook nog iets anders dan Ben Je Alert. Hij maakt vlogs. Want alle goede concepten waren op. Oké, maar ik heb hier een vlog openstaan. Laten we even zijn vlogs beoordelen. Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Junior Vertonghen en vandaag is eigenlijk een heel speciale dag voor mij. Waarom? Waarom? De zon schijnt en ik heb het weer goed gezien. Waarom is een speciale dag voor u? Ja, de zon schijnt. Mijn vrienden. Yo. Junior Vertonghen hier op je beeldje. Uh-huh. En welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag ben ik fucking gelukkig. Vraag mij niet waarom. Jawel, omdat de zon schijnt. Omdat de zon schijnt. De zon schijnt. Ik ga gewoon stoppen, ik ga anders niet overleven dit. Ja, we weten allemaal dat er maar één plek is waar Junior Vertonghen thuis hoort. Ja, dat is S-tier, man. Sowieso. En het volgende kanaal is Nextpop. Een interviewkanaal. Je verwacht het niet. Hannes Koedenis, jij bent zo origineel, man. Wow. En boys, dit is by far de meest fucking dog shit entry. Maar Gletscher, wat is uw probleem dan met Nextpop? Ah wel, dit soort bagger interviews. Wat is uw favoriete standje? Wat is je body count? Wat is de meest spannende plek dat je seks hebt gehad? Op een schaal van 10, hoe hard wilt je ex dood? Echt waar, rot gewoon een eind op. Het was 5 jaar geleden niet grappig, het is nog steeds niet grappig. En geloof het of niet, dit durven ze te zetten op de website van Nextpop. Journalistiek is iets wat je aldoende leert. Dat is buikgevoel om de juiste vragen te stellen. Het talent om een nieuwsfeit te ontdekken, voor iedereen het te weten komt. Het verhaal is, samen alle twee één meisje op de kamer hadden, mijn bed. Nee, dat is niet waar. Mijn moeder die weet niet. Ik nu het zonder condoom, man. Wie heeft de hoogste bodycount van jullie hier allemaal? Allemaal. Als zij onze seks te vinden. Hey, die is different. Die is different. We hitten Eno, we hitten everything, fam. Kan iemand mij zeggen wat de nieuwswaarde hiervan is? Dit soort content, dat is een van de meest triestige pogingen om viral te gaan. Ik denk dat het wel duidelijk is, we gooien deze in Social House. Dank u wel. Ik zit hier nu en ik heb een probleem. Ik heb een witte onderbroek aan en je ziet mijn fucking bloot. I mean, het ziet er allemaal fijn uit. Upload frequent, veel frequenter dan ik. Goed gedaan. Yo, mensen, welkom bij deze gloednieuwe video. Naast dat mijn rechteroor aan het vibe is op deze video,
kende ik deze doodle. En hij geeft mij zo die authentieke YouTuber feeling. Ja. En dat kan ik alleen maar respecten, dus daarom ga je in. Oké. I see you. Ik zal mij zingen. Jamie's World of Stamboy. Last but not least, Sibe Maris. En met deze guy heb ik nog een appeltje te schillen. Deze guy dacht dat ik 16 jaar was. 16! Ik ben 22. En ja, ik weet dat ik geen baardgroei heb. Ik heb 5 moedige haartjes op mijn kin. Die proberen er het beste van te maken. Maar ik weet het, ik zie er jonger uit. Maar 16! Dat is niet oké. Dat is niet oké. En hij beweert dat hij er niks meer van weet. Ik wel, man. En dat doet zeer. Ojo. Nee, even serieus. Sibe, er is helemaal niks aan de hand. Het is allemaal in orde. You fucking mid. Laten we even kijken. Hij heeft al met de concurrentie gesimd. I see you. Jawel, jazeker, apotheker. En hij heeft een kort film gemaakt, Geestkoffie. Laten we daar even naar poepeloeren. Oké, hallo, geestje. Als je hier bent, geef een teken van leven. Gast, wat doet je? Zo maak je de geest boos. Zo boos is hij precies niet. Die heeft koffie gezet. Leuk gemaakt. Ik vraag me alleen af waarom dat de frames per seconde van uw kortfilm precies 10 is. Ik weet niet of dat een artistieke keuze is. Zo ja, vind ik het een vrij rare keuze. Maar hey, ieder zijn ding. Anyway, terug naar de kwestie. We moeten hem in de tierlist gooien. En we gooien hem maar eens in... Ja, oké, ja. Snap je? Maar eens. Ah. Ja. Dit was het dan. Bedankt om te kijken. Jammer dat ik niet genomineerd ben, maar ik zou toch iedereen willen bedanken die op mij heeft gestemd. Had ik het verdiend om genomineerd te worden? Eigenlijk niet. Ik had daar iets te weinig voor geüpload, dus fair enough, I guess. Ik heb ook heel weinig geüpload de afgelopen maanden. Ik ga dat proberen fixen. En dan ga ik gewoon best veel uploads knallen. Hopelijk hou ik de kwaliteit wat hoog. En wie weet, worden we wel genomineerd voor de Jamies volgend jaar. Maar dat mag natuurlijk niet de prioriteit zijn. Aha. Anyway, ik ga de video afsluiten. Ik hoop dat je het een beetje leuk vond. Als het een beetje leuk vond, was het een blauw rampje omhoog. Abonneer de volgende keer. En de volgende keer meer. En ik zeg, ciao. Welkom mensen, mijn naam is Junior Vertonghen. Het is de finale. Ik heb jullie echt lang laten wachten. Sorry daarvoor trouwens. Stel eens even voor Bo. Ik ben Bo Basen. Ik ben social media manager bij Smile Safari. Ladies and gentlemen, we got him. We'll be right back.